Jildau, van tevoren zei ik tegen jullie, de schoolreis van Ajax en FC Emmen, daar leek het bij rust wel een beetje op, hè? Ja, het was misschien in het begin een beetje ontzag, hè? Zenuwen in de Eredivisie, zo'n hal, de meiden die er voor de eerste keer kennis mee maken. Maar ik vind op het moment dat je ziet dat wij in de laatste 5 minuten nog vol de koppen omhoog hebben en hard aan het werken zijn voor elk doelpunt en ook in de dekking hard aan het werken zijn om elk doelpunt niet tegen te krijgen. Ja, dan denk ik alleen maar dat we hier met opgeven hoofd weg kunnen gaan en vol kunnen leren en mee kunnen nemen wat we hier hebben gezien en dat toe kunnen passen in de volgende wedstrijden. Viel het dan mee of viel het toch tegen? Dit was verwacht. En dat hebben we ook besproken met de meiden. En daar gaan we uit verder. Ja, en hopen dat de meiden nu zo snel mogelijk ervan kunnen leren. En met z'n allen dat het een leerproces is. Dus dat gaan we zeker doen. Ja, jullie doen het samen, Olga ten Hove ook. Wat zijn dat nou, de eerste stappen in de Eredivisie voor een ploeg als DSVD? De eerste stap is gewoon echt leren. Hè? Je ziet gewoon zoveel verschil met de eerste divisie qua handelingssnelheid bijvoorbeeld. En daar moeten de meiden aan wennen. Hè? En daar moeten ze gewoon heel veel wedstrijden voor spelen om daar ervaring in op te doen. En weet je, het gaat niet om deze wedstrijd. Het gaat erom als we weer tegen Delfsen spelen en dan kunnen zien of we stappen hebben gemaakt. Maar krijg je die tijd wel om te wennen? Ja, dat krijgen we zeker. En het gaat natuurlijk om dat we snel stappen gaan maken. En daar hebben we echt alle vertrouwen in. En ik weet ook zeker dat deze ploeg dat gaat doen. Ja, jullie doen het samen, zeiden jullie op de bank. Daarom sta je hier ook eigenlijk allebei. Hoe hebben jullie de taken verdeeld? We hebben heel duidelijk taken verdeeld. Ik doe alleen maar de dekking en Jilda doet de aanval. Dat wil zeggen dan in ieder geval in de wedstrijden. Dus alles wat de dekking doet, dat bespreek ik of geef ik aan. En Jilda de aanval. Dat wil niet zeggen op trainingen dat we gewoon wel allebei trainen. Aanval en dekking. Dan krijg je er 36 tegen met je dekking. Wat zeg je dan? Het enigste ding wat ik echt vind is dat ze meer moeten leren aanpakken. He, je ziet dat ze veel te afwachtend zijn en veel te lief. En dat is denk ik ook de opdracht die ze voor de aankomende wedstrijd mee gaan krijgen. Dat ze gewoon veel harder moeten zijn en veel eerder erop moeten zitten. He, en dat zie je bij Dalsen wel wat ze doen en ook hoeveel moeite ze daar in de aanval mee hebben. En ik hoop dat ze daarvan leren en dat dus de volgende wedstrijd zelf in de dekking ook gaan doen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dit niet tussen de oren gaat zitten? Want dit zijn van die nederlagen die kunnen je overkomen, hè? Ja, we hebben het hier gewoon van tevoren met elkaar over gehad. En dat is een proces waarin we zitten en waarin we ook weten dat we vooraf hebben benoemd. In de eerste divisie wonnen we 90% en in de Eredivisie gaan we 85-90% verliezen. Dat hebben we heel duidelijk besproken. Ook de meiden weten dat. En het is nu het is continu een communicatie met elkaar en daarin scherp blijven. En dat wordt een mentaal ding. En we zijn ook heel benieuwd hoe de meiden dat gaan doen. En daar hebben wij natuurlijk een belangrijke rol in om dat mentaal sterk te houden met elkaar. Wanneer weet je dat het goed zit met DSVD in de Eredivisie? Als je de eerste punten hebt of hebben jullie een doelstelling? Punten bij kerst bijvoorbeeld? Het gaat er denk ik nu in deze eerste helft van het jaar alleen maar om de ontwikkeling die we zelf als team doormaken. En uiteindelijk hebben we natuurlijk maar één doelstelling en dat is handhaven. Hè? En we kijken heel duidelijk van welke wedstrijden we er moeten staan en waarin we kansen hebben om punten te pakken. En aan het einde van het seizoen moeten we met z'n allen kunnen zeggen dat we genoeg stappen hebben gemaakt. En dan weet ik zeker dat we in de Eredivisie gaan blijven. Ja, spelen tegen Delfsen, tegen VOC, tegen Quintus, dat is leuk. Maar jullie kijken maar uit. Eigenlijk naar één duel, hè? Ja, borhaven. Ja, weet je, dat zit op de vierkante meter. De meiden zijn vriendinnen van elkaar. Hè? Wij trainers kennen elkaar. Daar hebben we zin in. De voorverkopen, daar wordt al door publiek in de regio om gevraagd of dat er is. Dus dat leeft. En dat is mooi dat dat zo leeft nu in Twente. Dat hadden we niet en dat is er nu wel sinds een paar jaar. Dus dat is mooi. De vraag is dan, kunnen jullie ze hebben? Zeker, daar gaan we alles aan doen. Dat, zeker? Jazeker. Ik zie nog een klein glimlach hier. Nee, dat is toch mooi. Tuurlijk gaan we die wedstrijd winnen en we gaan daar vol voor. En het is gewoon alleen al mooi wat Jildau zegt, dat zo'n wedstrijd zo leeft. En dat zijn de wedstrijden waarvoor je het uiteindelijk doet.